Burgemeester Peter den Oudste heeft zo zijn twijfels bij het gisteren gepresenteerde regeerakkoord van het nieuwe kabinet van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. In het document worden ook een paar passages aan het noorden gewijd. Zo wil het kabinet 50 miljoen euro stoppen in een noordelijk investeringsfonds. Daar zitten wel een paar dingen in waar we wat mee kunnen. Tegelijkertijd zie je ook toch wel een wat teleurstellende aspecten. Bijvoorbeeld rondom 50 miljoen regiofonds, koppeling met de opbrengsten van de komende jaren. Dat staat natuurlijk in geen verhouding tot alle gelden die hier de afgelopen jaren uit de provincie en het landsbelang zijn weggehaald. Blij is hij met het experiment van gereguleerde wietteelt. Ja, dat is heel opmerkelijk eigenlijk dat een kabinet met zo'n samenstelling vanuit de verschillende partijen met zo'n voorstel komt, maar ik ben daarvoor. Het haalt namelijk de achterdeurproblematiek eigenlijk weg bij de coffeeshops. Wij dwingen nu de coffeeshops om op een illegale manier hun voorraden aan te vullen. Daardoor hebben wij geen controlemogelijkheid op kwaliteit. En zijn die coffeeshops nog altijd in een circuit bezig waarvan we nooit precies weten wat daar gebeurt. Het zijn experimenten die men start in 10 gemeenten. Wij hebben ons echt heel nadrukkelijk al tijdenlang geleden gemeld, dus ik ga ervan uit dat wij daarbij zitten. Groningen wordt in het stuk genoemd als een van de culturele pijlers in Nederland. En dat past ook precies bij de jongheid van de stad en de manier waarop wij met cultuur omgaan en grote evenementen. Dat is eigenlijk recht in de doelstelling die het kabinet er nu aan geeft. Dus dat is een uitstekende aansluiting. Ook andere aanbieders mogen straks gaan rijden op de lijn Zwolle-Groningen en Zwolle-Leeuwarden. Maar over snellere treinen richting Randstad wordt niks gezegd. Het is mooi dat dit gebeurt. Het is tegelijkertijd ook beperkt. Hè? Want wij streven natuurlijk ook alweer heel lang naar het bekorten van de reistijden tussen de Randstad en Groningen. Daarover wordt niks gezegd en dat is wel een hoofdpunt van beleid voor ons. Om te voorkomen dat uitgeprocedeerde vluchtelingen op straat gaan zwerven, is er een bed, bad en broodvoorziening. Die moet betaald worden door het Rijk. Tot nu toe heeft de regering de bed, bad, brood Groningen niet erkend als een voorziening waar het Rijk ook geld voor over had. Inmiddels zegt men hier van wij gaan 8 voorzieningen maken. Ik ga ervan uit dat voor het noorden Groningen daarbij zal zitten. Dus is een erkenning van een verantwoordelijkheid vanuit het Rijk. En ook dat zal ook zijn financiële vertaling moeten hebben. Tegelijkertijd is het even de vraag van welke mensen worden in die nieuwe voorziening toegelaten en welke niet. En daar zullen we nog wel even over moeten praten. De burgemeester sluit zich aan bij de woorden van de commissaris van de Koning in Drenthe. Je ziet dat de grote steden steeds meer als het gaat om de sociale agenda en financiële problemen terechtkomen. Dat wordt wel erkend, ook in dit regeerakkoord. Maar men spreekt nog niet over een nieuw verdeelsysteem of wat dan ook. Dus we moeten dat eerst echt goed bestuderen. Dat gaat om hele ingewikkelde materie om te zien wat dat nou werkelijk betekent voor de stad.